Hey, hallo, welkom in deze nieuwe week en dus een nieuwe video en voor degenen die enkel luisteren in een nieuwe podcast. En op dit moment wil ik het eigenlijk met jou eventjes hebben over waar dat we zijn in het evolutieproces. Want ik merk dat op dit moment heel veel mensen op zoek zijn naar antwoorden rond wat is er gaande. Wat gebeurt er allemaal? Wat is de hogere reden of eigenlijk de grotere verbintenis? Of wat is er eigenlijk het volgende dat er gaat gaan gebeuren? En als je al een tijdje op het spirituele pad loopt, dan ben je misschien wel nog meer nieuwsgierig om te weten waar dat we ergens zitten. Nu, het is leuk om te weten waarheen dat we gaan en om antwoorden te hebben op vragen als van wat komt er nog? Waar moeten we op voorbereid zijn? En vooral zitten we op schema. Want ik merk ook voor mezelf dat dat een vraag is waar ik eigenlijk op zielsniveau mee bezig was. Zitten we nou op schema? En dat gaf me eigenlijk stress in mijn huidige leven. En ik wist eigenlijk niet van waar dat die stress vandaan kwam. En daar gaat eigenlijk deze video, deze podcast over. Nu, elke ziel loopt zijn eigen proces en heeft dus ook zijn eigen tijdslijn. Nu, echter zijn er dan ook een aantal zaken die collectief gestuurd worden. En zeker voor mensen die, laten we zeggen, voor het luie pad hebben gekozen, ondanks het feit dat hun ziel ervoor koos om ook mee te evolueren met de huidige verhoogde energieën, die zielen worden eigenlijk nu op dat moment wat onder druk gezet. Door de hogere energieën worden ze gepusht om met zichzelf aan de slag te gaan. En dat betekent natuurlijk niet dat ze dit daarom ook gaan doen. Want op deze planeet is er ook nog zoiets als de vrije wil, natuurlijk. Nu, de meeste mensen gaan de donkere nacht van de ziel in doordat ze overweldigd worden door angsten, schaduwen in het verleden, ontslag, een ziekte, een scheiding, noem maar op. Elk probleem waar ze tegenaan lopen kan eigenlijk een trigger zijn om in die donkere nacht van de ziel te gaan en eigenlijk in die ontwaking terecht te komen. Sommigen ervaren die problemen zelfs in hun dromen. Ik herinner mezelf ook nog dat ik op de duur ook zelfs dromen of misschien zelfs wel nachtmerries had over zaken die op mijn werk op dat moment gebeurden. Dus ik hoor je, ik zie je, ik voel je, ik weet op welke plek dat je nu bent, mocht je daar zelf doorheen gaan. Sowieso leef je nu in een bijzondere tijd, omdat je de kans krijgt mee te liften op de evolutie en en die verschuiving in tijdslijn, in realiteit. Dus en het is aan jou de keuze of je het nodige werk wilt doen en aan jezelf gaat gaan werken om mee te verschuiven naar die nieuwe wereld en nieuw bewustzijn of niet. Je kan er ook voor kiezen om te blijven leven in een wereld met oorlog, misbruik, hard werken voor een klein loon, liefde gebonden aan voorwaarden, zekerheid door materie, controle en macht door een selecte groep mensen. Dat kan, dat is jouw keuze. Wat dat je ook kiest, welke weg dat je ook gaat gaan bewandelen, weet dat je niets te vrezen hebt. Want alles gebeurt namelijk omdat jij bewuster zou worden. Problemen en obstakels zijn immers weerspiegelingen van de ballast, die niet alleen in onszelf verscholen zitten, maar die natuurlijk ook in het collectieve onderbewustzijn aanwezig zijn en daar verscholen zitten. Angsten die nog diep in jou zitten, zijn eigenlijk onbewuste processen die je ziel bedekken, waardoor dat je niet 100% kan stralen zoals dat je ziel dat zou willen gaan doen. En hierdoor trek je natuurlijk mensen en situaties aan die je weerspiegeling zijn van je ziel en dus van je frequentie. Wat dat betekent dat als je nog te veel ballast hebt, dat je stralen belemmert, dat je energie je ziel belemmert, dan ga je ook het verkeerde aantrekken. En voor even zal dat wellicht ook wel nog goed aanvoelen, maar dan gebeurt er iets. Een persoon of een situatie triggert die ballast, waardoor dat je verward, verdrietig, boos of welke emotie dan ook gaat gaan ervaren. En het is sterker dan jezelf. Je hebt er eigenlijk geen controle over op dat moment. Dus mooi mens, wanneer je gaat gaan begrijpen dat dit alles er is om jou te tonen wat dat er nog allemaal een ballast aan onzuiverheden in jouw systeem zitten, dan kan je het gaan helen. En natuurlijk, hoe meer ballast je opruimt, hoe meer schaduw je gaat gaan aankijken, hoe meer karma je zuivert uit vorige levens, uit familielijnen, van jezelf, hoe meer dat je gaat gaan begrijpen waar dat je emoties daadwerkelijk vandaan komen. En hoe meer dat die sluier gaat gaan opgelicht worden. Je kan opnieuw gebruik gaan maken op dat moment van je natuurlijke gaven, waarbij dat je weet wat de werkelijke bedoelingen zijn van andere personen. Want via je intuïtie zal je voelen, weten, horen en zien
welke keuze je mag maken, opdat die dan voor je hoogste goed zou zijn. En welke dat er eigenlijk beter of niet zo bij jou passen of niet zo goed voor jou zijn. Nu, moeilijk gaat ook. Hè? Ik ben alvast een stukje voorop gegaan. De reden dat ik een stuk verder sta in mijn ontwikkeling is omdat de bedoeling is dat ik jullie begeleid en jullie vertel, jullie dingen aanleer, jullie dingen toon. En dus sinds een aantal jaren ben ik ontwaakt en leef vanuit een hoger bewustzijn. En ik moet zeggen, in het begin was dat heel moeilijk, omdat de collectieve energieën nog niet mijn energie ondersteunden. En alle manifestaties waar ik aan het werken was, zeeën van tijd vroegen vooraleer dat ze zich tonen in de realiteit. Dus ik kan je wel gaan geloven, of ik kan mij wel geloven als ik zeg dat het op den duur heel vermoeiend was om toch te blijven geloven, of om toch te blijven gaan, om toch te blijven werken aan mezelf en te blijven geloven dat alles ook een hogere reden had. Nu ik ondertussen een aantal jaren aan de andere kant van de sluier sta, weet ik ook wat de valkuilen zijn en weet ik hoe vernuft het ecosysteem is. En daarom nodig ik jou ook uit om de stap te zetten en om je bewustzijn ook te verruimen. Je zou kunnen zeggen, ik wacht hier aan de andere kant. Maar meer nog, ik ben er eigenlijk om jou te ondersteunen en te maken van die overgang van een ego-gestuurd naar een hartgedragen bewustzijn. Want uiteindelijk zouden we allemaal broeders en zusters van elkaar, ongeacht de keuze, zouden gemaakt hebben. Hè. Alles hebben we hier als leerlingen van het leven. En het maakt niet uit in welke klas dat je nu zit, waar je geboren bent, wat de lessen zijn dat je aan het leren bent. De lessen zijn anders, maar je kansen zijn gelijk. Leer dat. Zie dat. Voel het. Eenheid is er. Liefde is er. En het is uiteindelijk wie dat je werkelijk bent. Nu, het jaar 2020 staat eigenlijk in teken van het vormen van een solide basis, een stevige basis. En staat ook in teken van relaties, maar evenzeer ook in het teken van het uitzuiveren en het vormen van die stevige basis voor je nieuwe leven. Want wanneer je eigenlijk een snelle basis zou maken op zandgrond, dan kan je er zeker van zijn dat vroeg of laat je fundamenten zullen wankelen. En daarom zijn er dit jaar ook zoveel verschillende planeten die retrograde lopen of die samenstaan op een bepaald punt. En de standen van deze planeten helpen het collectief eigenlijk om een grotere transformatie door te maken. Om eigenlijk dieper te gaan in die transformatie en de diepe schaduwen en de diepe pijnen, waar we allemaal onbewust van zijn omdat het op een collectief niveau nog speelt, om die naar boven te laten komen. En zodanig dat we in staat zijn om die samen te gaan helen. In 2020 en de komende jaren gaan we veel van wat we als gekende structuren kennen, gaan we ook zien dat ze de komende jaren uit elkaar gaan brokkelen. We zullen merken dat het niet meer werkt, zoals we het altijd gedaan hebben. Financiële instanties, zoals banken bijvoorbeeld, zullen ook hun imago verliezen. Dus mensen gaan het vertrouwen verliezen en gaan meer en meer ook die verantwoordelijkheid over hun eigen centen willen gaan krijgen. Over hun eigen hart, waar ze hard voor gewerkt hebben, zullen daar zelf weer verantwoordelijkheid over krijgen. Overheden en leiders zullen hun aanpak mogen veranderen als ze nog steeds vertegenwoordigers van het volk willen zijn. Want als het bewustzijn van de bevolking verandert, dan moeten ook de overheden en de leiders eigenlijk een veruiterlijking zijn van het bewustzijn. En niet meer zozeer van hun eigen wil en hun eigen ego. Onderwijs bijvoorbeeld mag individueler zijn, mag meer kindgericht zijn, vertrekkende vanuit talent in plaats van vanuit leerplannen en businessgerichte doelstellingen. Want uiteindelijk scholen en onderwijs wordt op dit moment niet gereageerd of gereageerd of gestuurd vanuit het belang van de kinderen, ook al zeggen ze dat wel, maar als je diep kijkt en diep gaat gaan luisteren wat er gaande is, dan denken ze enkel maar aan het behalen van doelen en uiteindelijk, ik zou bijna zeggen, maken van winst. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Werken, gaan werken, mag opnieuw verbonden worden met onze ware essentie. Zodat we niet langer een rol moeten spelen, maar dat we gewoon gewaardeerd worden voor wie dat we zijn. Voor de talenten dat we hebben en dat we eigenlijk via het gebruik van onze talenten eigenlijk ook gewoon ons inkomen kunnen gaan creëren. Zodanig dat we kunnen voorzien in onze behoeften. Meer balans tussen werken en privéleven door de oneindige technologische mogelijkheden op een efficiënte manier te gaan gebruiken. Zodat er voor elke ziel meer vrijheid ontstaat en meer innerlijke rust komt. Want uiteindelijk is het enige doel van hier op aarde te leven, is leren als ziel.
zaken leren en ervaren als ziel. Maar bovenal is het belangrijk dat we allemaal gelukkig zijn en dat we ervaren wat het is om onvoorwaardelijke liefde in ons leven te hebben. Doorheen mijn eigen transformatie heb ik verschillende keren ook een diepe chakra-reiniging ervaren. En ik moet zeggen, in het begin dat mijn energie verhoogde, had ik vooral last van de gekende ascensieverschijnselen. Zoals misselijkheid, hoofdpijn, plotse pijn in je arm of been. Die duurde een aantal seconden of een aantal minuten en dan was dat weer weg. Dus dat zijn echte blokkades die in je systeem zitten. Enorme vermoeidheid, niet kunnen concentreren, blackouts. Dat je plots niet meer weet wat je aan het zeggen was. Hè. En dat zijn eigenlijk allemaal tekenen die voor mij dan ook aangaven dat er opnieuw een update was. Ook afgelopen weekend heb ik weer een enorme update gekregen, waardoor dat ik eigenlijk geen ruimte had in mijn lichaam om met andere zaken bezig te zijn. Of content te creëren of dingen te gaan schrijven. Nu, na een tijdje in mijn ontwikkeling bleek ook dat ik niet meer alle voedingsmiddelen kon gaan eten. Omdat mijn lichaam daarop allergisch op reageerde en het eigenlijk niet meer op een goede manier wist hoe te gaan verwerken. Waardoor dat ik wist dat niet alleen mijn fysieke lichaam aan het veranderen was, maar dat er ook op energetisch level heel veel aan het gebeuren was. En door de jaren heen, door de tijd heen, leerde ik eigenlijk hoe ik via mijn vrouwelijke energie mee kon stromen in deze ups en flows. Waarin dat emoties, schaduwen in de vorm van angsten en frustraties naar boven kwamen. En dat weer andere momenten waar ik heel veel energie had en alles heel moedeloos en echt in de flow ging. Maar dus door elke trigger die te leren gaan zien als een spiegel voor de disbalans in mijn wezen, kon ik eigenlijk gemakkelijker die ups, dus die dalen, die moeilijkere momenten overbruggen, begrijpen en vooral toelaten. En de flows waarop alles in je leven in de stroomversnelling zit, is natuurlijk leuk. Daar hebben we natuurlijk geen problemen mee. Maar zoals met alles ligt het antwoord in die balans. En je kan pas te volle ook die flows omarmen als je in staat bent om de ups toe te laten. Want elk heeft ook zijn eigen nut en zijn eigen doel. Nu, er zijn ook heel veel waarden aan het veranderen. Want creativiteit, magie en healing, die komen eigenlijk allemaal voort uit problemen en obstakels. Veel mensen worden door de collectieve chaos die er nu heerst, gedwongen om zelf op onderzoek uit te gaan. Je zou kunnen zeggen dat hun kleine teen zegt dat er iets is dat niet klopt. Dat er iets gaande is. En bij anderen is het eerder een gevoel dat er iets staat te gebeuren. En dat is ook zo. Want we zijn de wereld zoals we het altijd gekend hebben aan het veranderen. Naarmate dat ons bewustzijn verandert, gaat ook de wereld gaan veranderen. En op dit ogenblik zitten de meeste wakkere mensen in de fase van het meester worden van hun gedachten. Het leren stellen van grenzen, het uitzoeken wie dat ze zijn, wat dat ze hier eigenlijk komen doen. En bij anderen gaat het zelfs een stukje verder, want zij hebben nooit de vraag gesteld of er eigenlijk wel überhaupt een reden was waarom dat ze hier rondliepen. Dus voor die mensen gaat het eigenlijk nog een stapje verder. Moeten ze eerst gaan ontdekken en gaan zoeken van waarom lopen we hier rond op aarde. Deze zielen die zitten zo vast in de materie en in die 3D-wereld, dat het wakker worden voor hen zoveel weerstand oproept. En weet je wat? Alles is oké. Zelfs als zijn er zielen in jouw omgeving, onder je familie, onder de vrienden, die niet wakker worden, ook dat is oké. Het is hun keuze, het is hun weg die ze te gaan hebben. Het is misschien ook de weg die hun ziel wenst te lopen. En misschien is het zelfs niet de bedoeling dat zij wakker worden in dit leven. Nu, weten alle zielen die besloten hebben om mee te gaan, de komende jaren wakker zullen worden. En dat gaat in fases, zodanig dat de aarde ook in staat is om die energieën die wij dan eigenlijk binnenbrengen en ervoor zorgen dat de energie op aarde gaat verhogen, dat die ook kan dragen. Dus om te antwoorden op je vraag, zitten we nog op schema? Ja, we zitten nog op schema. En nee, je hoeft je dus geen zorgen te maken. De volgende stap in het evolutieproces, wat belangrijk is voor jou, niet voor het collectief, maar vooral voor jou, is dat eigenlijk de komende jaren gewoon verder mag werken aan jezelf. Zorg in eerste instantie dat je helder hebt wie dat je bent. Haal jezelf uit die schaduw, uit de donkere wereld als ik het zo mag noemen, en blijf kiezen voor licht en liefde. Wees bewust dat je liefde bent en liefde zal je leven gaan verlichten. Want de komende jaren gaan er nog heel veel opstanden zijn, gaan er heel veel donkere zaken naar boven komen en in het licht gebracht worden. Waarom? Omdat het door het in het licht te brengen geheeld kan worden. Dan kunnen we het gaan transformeren. Dus niet alleen in je eigen persoonlijke leven, maar ook op collectief vlak.
gaan er heel veel zaken naar boven komen waarbij dat mensen gaan schrikken, dat ze een stukje ook gaan ontgoocheld zijn omdat ze één iemand of een instantie hebben vertrouwd, hebben gedacht dat hetgeen wat ze zeiden en vertelden de waarheid was en plots bleek dat dat niet meer zo te zijn. Dus wees ook emotioneel open voor nieuwe waarheden. Want nieuwsgierig zijn om meer te leren over jezelf en over het leven brengt je een ruimer bewustzijn. En dus vraag je jezelf al af hoe of wat, ga dan op onderzoek uit. Neem niet alles dat je hoort in de media of op sociale media of door kranten of door iemand anders gewoon aan als waarheid. De beste waarheidsdetector is in jou aanwezig. Dus zet je verstand uit, vergeet voor even alles wat je geleerd hebt over wat dat mogelijk is en je ogen zullen een nieuwe wereld gaan zien. Ik weet het, vraagt kracht, vraagt moed, vraagt doorzetting om opnieuw te beginnen en om een nieuwe waarheid en een nieuwe wereld te gaan creëren. En in het begin ga je heel vaak nog twijfelen of dat wel de goede weg is. Maar ik weet en ik begrijp als geen ander dat het pijn doet om te moeten toegeven dat je leven, je wereld niet is wat je dacht dat het was. Maar wat als je alles achter jou liet voor iets wat dan nog zoveel mooier en magischer is? Zou je dan nog treuren om je oude leven? Ik denk het niet. Vergeet niet dat je een oneindige ziel bent die hier een leven komt creëren om te ervaren, om te leren. En de aarde is jouw school, is mijn school. En de mogelijkheden hier op aarde zijn oneindig. We hebben alleen altijd geleerd dat de mogelijkheden beperkt zijn. Dus wacht niet langer, werk aan die angsten, overkom trauma's en zie voor wat ze zijn. Het zijn lessen voor jouw ziel. Je bent geen klein zielig slachtoffer, maar je bent een krachtige leerlingmeester. Dus stap in jezelf, stap in kracht, wees jezelf en bovenal leef als jezelf. Stop met het proberen te zijn van iemand anders. De beste zin dat ik altijd gebruik over waar ik goed in ben, is dat ik zeg van ik ben de beste in mezelf. Ik ben de beste in het zijn van mezelf. En dat geldt ook voor jou. Ik kan niet jou zijn. Jij kan niet mee zijn. Maar je kan wel de beste van jezelf als jezelf zijn. Dus ga daarmee aan de slag. En zoals altijd heb je ondersteuning nodig. Heb je hulp nodig. Heb je vragen. Stuur mij een mailtje. Je kan zien via de linkjes op welke manier je mij kan contacteren. En op welke manier dat ik jou weer op weg kan helpen. En zoals altijd, een liefde en licht voor jullie. En voor ieders hoogste goed. Tot de volgende keer. Daag!